geen kip, geen koe, geen boer te bekennen op dit verlaten boerenerf. De boerderij moet wijken voor de nieuwe snelweg tussen de A13 en A16. En het stond al een tijdje leeg, maar sinds kort woont er weer iemand. Ja, die stond leeg en ik zocht de woning. Dus zodoende ben ik in een lege pand gewoond, in een lege boerderij. Heb ik mijn eigen slot erin gezet, ben ik er gewoon mijn slaapzak neergegooid. Ben met mijn hond gaan zitten, mijn tafeltje en gewoon gaan leven. En waarom heb jij het gekraakt? Omdat gewoon principieel gezien heel veel woningen nood is in Nederland. En dus dat woningen leeg staan, maar er wordt niks mee gedaan. Dus om een soort van een lichtje in de duisternis te zijn of zo, van dat er wel mogelijkheden zijn voor die woningnood om opgelost te worden, maar niet gebruikt worden. En die boerderij die is dan wel gekraakt, maar de werkzaamheden gaan gewoon door. En je ziet die graafmachines ook steeds dichterbij komen. En die boerderij die moest leeg, maar de aanleg van de snelweg loopt geen vertraging op. Dat is wat Rijkswaterstaat zegt. Wie er wel van baalt, is de schaapsherder die hier in deze polder even verderop zit. In een schapenstal waar nu een babyboom gaande is. Ja, dat is een mooi lamp. Net geboren en proberen gelijk te staan. Dat gaat goed. En de schaapsherder hoopt dat het dit jaar voor het laatst is op deze plek. Ja, dat hoop ik zeker. Het is hier veel te krap voor ons. En de kas, de ruiten waaien er een beetje uit, wordt een beetje slecht. En verliefdelijk wordt het wel tijd dat we naar het nieuwe gaan. Ja, toe aan iets nieuws. Maar ja, daar zit nu een kraker op die plek waar jullie wat willen beginnen. Ja, op die plek mag niet gewoond worden. Dat is dadelijk te dicht bij de A13 en A16. En iemand vond toch dat hij er kon gaan wonen. Maar we hopen dat we er samen uitkomen en dat hij er gauw weer weg is. En de gemeente Rotterdam is bezig met juridische stappen om de kraker uit de boerderij te krijgen. En voor de schaapsherder is het hopen dat dat op tijd is om het komend seizoen te lammeren op de nieuwe locatie. Want je hoort de schapen al mekkeren dat ook zij vinden dat het tijd is om te verhuizen. Wij willen daar een grote stal bouwen. En dan willen we zonnepanelen op het dak, zodat we in de toekomst de kudde echt CO2-neutraal neer kunnen zetten. De kraker even verderop, die wacht het allemaal rustig af. Ja, ik verwacht vrij weinig. Ik bedoel, iedere week is weer mooi meegenomen. Ik heb nog niks gehoord concreet dan over een einddatum of zoiets dergelijks. Ik verwacht wel een kort geding, want dat is toch wel een soort van standaard. En dan zie ik het wel hoe het gaat verlopen. En uiteindelijk dat je eruit gehaald wordt? Ja, of ze mij of ik wil vertrekken. Ja. Zoals het altijd gaat.